Het is minuten over 8:30 geworden. Het is donderdagavond. Tot aan 9:00 zit nog NAC Paraat op Breda nu. En het is hopen dat we morgenavond rond 9:00 ook happy zijn, Marcel. Ik mag het hopen, Patrick. Goeiedag, zeg. Nog zo'n ontlading. Kunnen we dat aan, Wilbert? Ja, daar kan ik de rest van mijn leven aan. Ja, hoor. Ja, geen moeite mee. Dat kunnen wij heel goed. We gaan even kijken wat een beetje nieuwe rubriek eigenlijk in NAC Praat. Grabbelton nieuws. Oftewel, we vegen al het nieuws van de afgelopen week een beetje bij elkaar. Waar heb jij bij elkaar gegrabbeld? Ik heb van alles bij elkaar gegrabbeld. En daarvoor gebruiken we natuurlijk www.derad.nl. Dat snapt iedereen natuurlijk wel. We hebben wat spelers op het oog. Speulerke van Jong PSV. Een speulerke, dat is een goeie. Elvio, alleen zo'n naam al, jongen. Elvio van Overbeek. Ja, ik ken hem niet, ja wel. Ik ook niet, maar ik vind die naam, die voornaam heel raar. Elvio. Ja. Elvio. Het zal wel kloppen. Ja, het zal wel kloppen. Rechtsbuiten van Jong PSV. Kunnen we daar maar mee, Wilbert? Nou, Jong PSV, Koch kwam er ook vanaf. Als hij van dat niveau is, dan laat hem komen, zou ik zeggen. Ja. Gewoon even goed bekijken en... en dan gewoon een beslissing nemen. Manneke was 19 jaar. Nee, 21 uit Dongen. Dat is lekker dicht bij Breda. Ik wou zeggen, dat is wel... Dat is wel gunstig. Dat is wel gunstig. Heeft daar een beetje de jeugdopleiding doorlopen? Bij PSV, ja. En ja... Ja, als je een nachtzing voor hebt, dan valt het ook niet mee om aan de bak te komen. En Jozef Sony heeft die dan ook nog voor zich, hè? Ja, die vond ik bij NAC niet zo goed. Maar later bij RKC heeft hij het wel weer opgepakt. Ja, maar bij PSV komt hij eigenlijk ook niet... Ook niet echt aan de bak. Nee. Maar ja, goed, hij toch zijn transfer naar PSV verdient. Ja, dus en dan als je twee ook... van die gasten voor hebt staan, dan kom ik niet aan de bak. Ja, dat klopt ook. Dan was er iemand die op Twitter heel boos was op NAC. Ja, ene Gerben. Ene Gerben. Gerben, ik ben niet zo slim, jongen. Want Gerben die dacht van, hoeveel spelers het NAC wel niet en... Wordt niet eens tijd dat ze eruit vliegen met die club, want dat kan allemaal niet. Ja. Maar Germen snapt even niet dat nu even niet meer kan, die spelers halen. En dat dat allemaal gerecht is op volgend seizoen. Ja. Het is wel goed als ze daarmee bezig zijn, want je moet er ook wel mee bezig zijn. Ja, dat wil ik net zeggen. Is het terecht dat we daar nu al mee bezig zijn? Of moeten we wachten totdat we zeker weten dat we erin of eruit vliegen? Nee, dan moeten we niet meer wachten. Ik zou gewoon twee sporen volgen. Van natuurlijk, we gaan ervan uit dat we erin blijven en daar moet op scouten en mensen proberen warm te maken voor jouw club. Maar ook een schaduwelftal hebben voor het geval dat je eruit vliegt. Dus je moet met alle scenario's rekening houden. Dus, Die Elvio, dat moet ik steeds goed zeggen, Overbeek, dat zou dan eventueel een vervanger kunnen zijn van Elson Hooy. Want die maakte van de week bekend dat hij niet terug bij NAC wil. Ja, hij zal het naar zijn zin hebben in Denemarken. Ja, maar hij sprak zich een beetje tegen, vond ik. Want hij zei van... Hij kreeg vertrouwen, maar hij was ook bang als hij nou naar Curaçao zou gaan. Dan was hij zijn plek kwijt, want dan zou zijn vervanger het misschien wel eens goed kunnen doen. Ja, dat klinkt een beetje tegenstrijdig. Inderdaad, en hoeveel vertrouwen heb je dan? Dat begrijp ik dan ook weer niet. Leg even uit, Wilbert, ik snap het niet. Wat bedoelt hij daar dan? Ja, die gedachte, die gaan nou net, hè, die had ik dus ook. Want hij spreekt zijn eigen gewoon tegen. Ja. Want hij, aan de ene kant zegt hij dat hij vertrouwen voelt. Nou, dan zouden we denken, de ene wedstrijdje wat ik dan mis, dan maakt dan ook niet als uit. Als ik dan terugkom, heb ik die baasplaats weer? Ja, juist. Maar blijkbaar niet, want hij durft niet weg. Nee, want hij is bang dat hij zijn baasplaats kwijt kan. Ja, juist. Dus dat is een beetje, dat wringt iets bij onze Elson. Maar vervolgens heeft hij ook gezegd dat hij bij NAC niet terug wil. Want wat had hij nou gezegd? Het gevoel dat de trainer niet in hem ziet zitten. Dat vind ik een beetje zwak. Ik denk, als je profvoetballer bent, dan gaat het ook die uitdaging aan. Ja, laat maar eens bewijs maar dat ga je erin hoort. Knok jezelf terug in het elftal. Zo'n Ronald Waterreus bij VSV, die deed niet anders. Begon bij iedere trainer mijn achterstand. En bij ons ook nog Arne Slot. Die kon in het begin ook nooit de nieuwe trainer overtuigen die er weer stond. Maar na verloop van wedstrijden, hij kwam altijd weer terug in de basis. Wat dacht je van Tim Gillissen? Ja, ook. Hetzelfde verhaal eigenlijk. Dus er zijn er zoveel in het verleden geweest die met een achterstandje begonnen. En maar die zich toch terugknokte. En je ziet het aan Rico Drost. De kans krijg je altijd, hè? Ja, die komt vanzelf. En je hebt altijd wel blessures of schorsingen in een heel seizoen. Dus ik vind dat hij een beetje snel opgeeft eigenlijk, meneer Hooy. Dus misschien is het maar goed ook dat hij niet meer terugkeert bij NAC. Of dat hij, en als hij echt niet wil, dan... Hij is verhuurd, hè? Ja, het is verhuurd. Ja, zijn contract loopt nog wel door. Als het, misschien als die Denen willen kopen, dan vangen we daar misschien nog een leuk centje voor. Ja, of verhuurt hem nog maar een jaar of zo. Dat kan ook. Ja. Deze week werd ook bekend dat we ene Christian Hagen, dat is een centrale verdediger, dat we die 2 dagen op proef hebben. Ja, van Anderlecht. En die komt van Anderlecht vandaan. En misschien ook een connectie van meneer Rutjes geweest. Rutjes of de Zeeuw. Ja, die heeft ook bij Anderlecht gezeten. Dus is het de laatste... stuiptrekking van Graeme Rutjes, dat hij toch nog... Het zou zomaar kunnen. Toch nog een speulertje bij ons kwijt kan. Ja, god. Anderlecht is wel een grote naam natuurlijk. Dus, Anderlecht is een grote naam, dat klopt. Wie kwam daar nog meer vandaan? Ja, de Zeeuw onder andere. De Zeeuw onder andere, ja. En de centrale verdediger, die heb je waarschijnlijk wel nodig. Want Koch is natuurlijk... Koch, dat is maar onzeker of hij überhaupt nog op niveau terugkomt. Ja, met zo'n en zware überhaupt blessure. Of hij terugkomt bij NAC, dat is sowieso een vraag. En dat is... Ja.
En of hij van zijn blessure terugkomt. Ja, dus, en dat zal ook niet gelijk in augustus, september zijn dat hij terug is, denk nee, ik. Die is de rest van het jaar, dacht ik, dat hij onder de pannen was met zijn blessure. Dus, ja, dus dan hebben we het over tweede seizoen zelf, volgend seizoen. Ja. Dus daar moet je toch wel iets voor gaan zoeken. Absoluut. Contracten lopen nog af, Benak. Drost loopt onder andere af. Ja. Ik vind trouwens wel als Koch geneest, echt goed geneest. Nou, dan laat hem maar terugkomen. Ja, hoor. Maar PSV moet ook wel. Ja, als PSV ook wil. Ja, goed, maar dan moet als NAC mag dan van mij wel proberen om hem hierheen te halen. Ja. Mits medisch verantwoord. Wat moet je doen trouwens, want dat was ook vandaag in het nieuws, dat er aardig wat contractspelers lopen het contract van af. Ja. Moet je daar... NAC heeft gezegd, we gaan eerst even wachten, zodat we zeker weten dat we veilig zijn. En dan willen we wel met een aantal verlengen. Voor die definitieve aanbieding, ja, je kan niet anders, want... Dat moet ook wel. Dat is de enige volgorde waarop je het kan doen. Want dan weet je pas ongeveer wat je volgend jaar gaat binnenkrijgen. Dat scheelt nogal meer dan een slok op een borrel. Of je Super League speelt of Eredivisie. Dus maar, ik vind dat alleen maar verstandig. Maar bestaat de kans niet dat zo'n speler zegt van... Ik twijfel en ik ga volgende week ergens anders tekenen. Nou, ik denk dat ook als die spelers vertwijfelen... Als ze het zelf op het veld laten zien dat NAC zich vroeg veilig kan spelen... Dan neem je die twijfel voor jezelf als speler ook weg. Ja. Als je 10 aan je zin hebt, zeg maar. Ja. En dan kunnen we bij NAC blijven. Ja. Dus, er zijn wat spelers die... er zijn er veel, geloof ik. Hadden we Drost, Swerts, Koch dan in ieder geval. Marcellus, las ik. Hadden we nog meer? Ja, en ik zou zeggen, als NAC zijn er natuurlijk wel gewoon... Je kan nog geen keiharde toezeggingen doen. Maar wel degene waarvan je in de wachtroofd hebt... Daar willen we mee verder. Gewoon een beetje masseren en warm houden, die contacten. Maar daar is Maaskant wel goed in, denk ik. Ja, dat denk ik ook wel. En een beetje tussen de regels door laten weten van... We willen met jou wel verder als we erin blijven. Ja. Dus dat is op zich goed. We zijn er zelf bij, hè. Dan zitten we nog wel met één centrale verdediger... die we aan de straatstenen niet kwijtraken. Onze Damczewski. Ja, wat moet er dan mee, hè? Ja, hij wordt geopereerd op dit moment. Of nou, niet op dit moment. Hij wordt binnenkort geopereerd. In ergens ver weg, geloof ik. Waar was het ook alweer? Ja, ik dacht in zijn woonplaats. Of was het in Straatsburg? Straatsburg, ja. Oui. Ja, dat is... die heeft dus nog een 2-jaar contract, Wilbert. Amai. Goedendag, Jan. Ja, en we kunnen hem dan Baranien niet kwijt, vrees ik. Nee. Misschien is voor de gunners, Wilbert. Nee. Die verdediging staat best, hoor. Dus laten we dat maar niet doen. Hij is groot en sterk, hoor. Ja, dat zal best, maar je moet ook een beetje kunnen voetballen. Dus, maar goed, is Macedonië dan trouwens zo'n slecht land op de UEFA of die FIFA-ranglijst? Ja, volgens mij staat dat niet echt hoog. Want hoe kunnen dan international zijn, vraag ik me eigenlijk. Ja, maar Macedonië is ook niet zo'n groot land, Wilbert. Nee, oké, maar goed, ja. Daar hebben ze er niet zoveel. Nou ja, ik moet zeggen, want het klinkt misschien een beetje afzijkerig. Nou, ik vind het wel sneu voor die jongen zelf. Die kan er ook niks aan doen. Die is ook maar... Maar als je kijkt naar... Hij heeft overal al gespeeld. En tweede divisie, heel kort. Bulgarije. Ja. Dan denk ik van... Ja, dat is dubieus. En op basis waarvan hebben we die man binnengehaald. Een dvd'tje, denk ik. En ik dacht een oefenpotje tegen Zundert of zo. Ja, of, DSE heb ik hem gezien. Of DSE. Ja, als je dan staande blijft, dan ben je wel een aanwinst. Ja, jongen, die spits van DSE had hij wel in zijn binnenzak zitten. Ja, kijk, dat bedoel ik. En die moest nog aan zijn voorbereiding beginnen. Ja, net zo'n 3 weken vakantie. Ik wilde zeggen, die kwam net op Kreta of zo. Ja, die had net 3 weken lopen zuipen op Kreta. Ja. Dus en dat je die in uw zak steekt, dan ben je een goede van NAC blijkbaar. Ja, maar goed, daar zitten we nog even aan vast. Dan werd deze week ook bekend dat het stadion dat voorlopig dat we daar kunnen blijven zitten. Laat het zo zeggen. Ja, misschien is zitten wel letterlijk heel verstandig dat we dat blijven doen. Want er zitten her en der toch wat scheurtjes. Waardoor het op de lange termijn misschien toch niet zo veilig is dat nou weer mogelijk dat daar scheuren in komen, man? Ja, want ik vind dat stadion is ook helemaal niet zo oud. We staan nog geen 20 jaar. Dat bedoel ik. Dat is toch de grote kerk zat er al veel langer. Ja, en daar heb ik nog nooit van betonrot gehoord. Nee. Maar zit er ook veel beton in die grote kerk? Nee, dat is kalksteen. Kijk, hadden wij misschien dat stadion ook in kalksteen op moeten trekken? Ja, dat hadden we misschien moeten doen. Ja, ik weet het niet. Maar de conclusie was toch wel kort, maar gewoon veilig. Dus ja, we kunnen gewoon springen. Ja, precies. En de gemeente die gaat natuurlijk op zoek naar de goedkoopste oplossing. Ja, nou ja, en ze zijn verantwoordelijk als eigenaar. Ja, dus de gemeente is eigenaar van het stadion. Ze zullen toch een oplossing moeten verzinnen. Ja, dus en ook als ze meer evenementen in dat stadion willen houden. Wat ze heel graag willen, zegt de gemeente. Onder andere dat EK vrouwenvoetbal in 2017. Ja. En maar dat meer staat dingetjes. Voorlopig, gaat dat gewoon door, hè? Dat gaat allemaal door, dus. Dus eigenlijk denk ik dat het meevalt. Ja, ik maak me eigenlijk ook allemaal niet zo druk om, eigenlijk, wat dat betreft. Nee. Want als het echt onveilig is, dan trekken ze wel aan de bel. Dat vermoed ik ook wel. Nou, dat weet ik wel zeker. Want anders dan krijg je wel zoveel over je heen met commissies en onderzoeken en ter verantwoording roepen. Nou hoorde ik wel dat afgelopen zaterdag na de goal, dat er in de diverse sponsorruimte de glazen allemaal stonden te trillen op de bar van het gespring en gejuich van het NAC-publiek. Dus
Ja, dat was misschien wel een kleine aardbeving. Hè? Ja. De schaal van Richter even meten. Ja, maar ik denk dat het ook wel moet, dat dat een beetje meebeweegt. Ja, absoluut. Ja, dat is, ik hoor al bij wolkenkrabbers is het toch ook veilig, zeggen ze. Als dat een beetje beweegt. Ja, een beetje in de wind, beweegt, hè? Dus ik denk dat dat alleen maar goed is. Dat is mooi. Maar goed, de gemeente gaat dus nog een onderzoek instellen. Ja. Nog een onderzoek, geloof ik. Ja, precies. Nou, ja, die gaan net zo lang wachten totdat er een partij zit. Nou, het valt best wel mee. Je hoeft er niet zoveel aan te doen. Ja, precies. Daar kost het niet zoveel. Lekker verf. Ja. Een beetje pleisteren. Ja, die lelijke groene buizen mogen voor mij wel eens een andere kleur hebben. Ja, is dat ook niet een beetje cult aan het worden? Dat al 20 jaar die lelijke groene buizen zijn? Zo kun je het ook weer bekijken. Ja. Ja. Laat maar een beetje ouder worden, vind ik hoor. Maar dat moet een beetje gaan roesten en zo. Dat moet een beetje gaan roesten, precies. Her en der wat lekkages. Ja. Zo, ja. En vooral die verwarming niet terughangen. Nee. Verwarming moet absoluut niet terug. Ik hou echt van oncomfortabele ruïnes als stadion. Ja, inderdaad. Er moet ook wat duivenstront moeten ergens zitten. Ja, eigenlijk wel. Ja, niet schoonmaken. Kortom, het stadion staat er nog wel eventjes. Moet er nog iets anders veranderd worden aan het stadion? Nou ja, dat museum moet een keer open. Hè, ja, hoe staat het eigenlijk daarmee? Vertel. Ja, echt mega ver. Het is echt, ik zit er elke zaterdag zo'n beetje. Ja, we staan op het punt, denk ik, om te heropenen. De wijze heren hebben volgende week hun bestuursvergadering. En dan worden knopen doorgehakt. Maar dat kan nooit lang meer duren. Dat is mooi, want het is al een tijdje dicht. En het wordt inderdaad tijd dat je historie weer laat zien. Ja. We hadden van de week op Twitter zag ik iets voorbij komen van onze oosterburen, Willem II. Hoe dat nieuwe, dat je vooral niet moet omgaan met je historie. Heb je het gezien? Ik heb het gemist. Die hadden een oproep geplaatst om een nieuw liedje te verzinnen bij de opkomst van de spelers. Oh god. Dat daar moest een nieuw deuntje komen. Ja, dan gooi je dus ze hebben, vind ik, best Willem II. Willem II heeft een heel mooi clublied. Doe daar eens iets mee. En dat deden ze dus niet. En voor mij gooi je dan heel je historie gewoon weg. Alsjeblieft, zeg deuntjes. Dat is dus een oudere club als NAC. En dan nul historisch besef. Dat is eigenlijk schandalig. Ga u schamen, dames en heren in Tilburg. Juist. Gebruik je clublied gewoon, want dat is daarvoor bedoeld. Absoluut. Punt. En dan ga je niet een of andere house deun en bieten daarop op zetten. Uit. Dat is echt vreselijk. Ja, is dat zie je trouwens bij heel veel clubs. Zie je dat overal. Ik ben blij dat wij het niet hebben. Ja, het is niet overal. Bij Excelsior niet. En bij Sparta niet. Ja, oké. Sparta is ook wel zo'n echte traditioneel Sparta Mars, zeg maar. De Sparta Mars. Ja, dat is fantastische liederen, dat soort dingen. Ja. Dus overal ook dat vaandelgezwaai als de spelers opkomen. Ja, zogenaamd om te intimideren. Ja. Maar dan zie je bijvoorbeeld inderdaad zo'n Woudestein, zo'n klein KUT-stadion, zeg maar. En hoe kan dat intimideren? Ja, dat is ook wel inderdaad een beetje om lachen. Ja, inderdaad. Ja, die vlaggen komen boven de tribune uit. Ja. Ja, niet te hard zwaaien, anders raak je de toeschouwers op de tribune. Dat is echt altijd heel vreemd. Ja, morgen bij Utrecht zou je het ook wel zien. Ja, dus ik ben ook blij dat flauwekul aan ons voorbij is getrokken. Want Utrecht is trouwens ook een lelijk stadion. Een lelijk publiek en een lelijke muziek. Kortom, ja, na die verbouwing is het niks meer. Nee, dat is echt... Vroeger was er echt wel een sfeer. Ja, absoluut. Maar dat hebben ze toch professioneel de nek omgedraaid daar. Zo, met vier van die kolossale losse tribunes. Ja, verschrikkelijk. En die windhoeken, overal die wind. Ja, en dan kijk je door zo'n hoek heen en zie je een kantoorpand staan. Ja. En denk van, dat ziet er ook niet uit, jongen. Het is... Ja, zit daar overigens ook niet vol, hè? Nee, bij lange na niet. Het stadion is veel te groot, wat dat betreft. En dat ziet er desolaat uit. Ja, zelfs dan kan het een aantal meer toeschouwers trekken dan NAC, maar als dan de helft lege plekken is. Ja, vorig jaar viel het mij op dat die sponsorruimtes daar enorm leeg waren. Oké, was mij niet opgevallen. Dat was echt, echt ongelooflijk. Driekwart was daar gewoon leeg, niet bezet en doodzonde, maar goed. Ja. Utrecht was ooit een leuk clubje, maar goed, we gaan morgen even laten zien dat wij het gewoon veel beter kunnen met het NAC-publiek. Zo is dat. Met 625 man in het uitvak, wat ik heb begrepen. Dat is een mooi aantal. We gaan nog even plaatsen draaien, dan gaan we vooruit kijken naar Utrecht-NAC.